Tweede hapje maken we onze boterham, onze bruine boterham met platte kaas en garnaaltjes, grijze garnaaltjes van bij ons. Ja, dus vrij eenvoudig. Hoe beginnen we eraan? We hebben een komkommer en we gaan daar fijne brunoise van snijden, blokjes. In dit geval hebben we een derde nodig. Zo. We gaan die schillen. Dat is toch altijd beter. En de komkommer gaat onze krokante, eigenlijk het frisse, aan dit hapje geven. Dus we snijden dat nog eens in stukjes. Dan snijden we daar plakjes van. Nu snijden we terug opnieuw de staafjes, balkjes. Dan kunnen we onze blokjes snijden. Dan nemen we onze kersttomaatjes. In dit geval hebben we honingtomaatjes genomen. Dat zijn eigenlijk zoete kersttomaatjes. Die smaken wat zoeter. Die snijden we gewoon voorzichtig in vier. Voilà, dat is ook klaar. We gaan een beetje bieslook nemen. Dat smaakt altijd lekker subtiel. En die gaan we mooi fijn snijden. Zo. Dan hebben we hier van die verse dillen. Dat gaat ook altijd goed samen met komkommer, platte kaas, yoghurt, garnaaltjes. Daar gaan we enkele takjes van plukken. Kenmerkende van de dillen is dat die zo'n uitgesproken frisse anijssmaak heeft. Pas meer dan voldoende. Dan hebben we hier onze garnaaltjes, de grijze garnaaltjes van bij ons. En dan onze verse platte kaas. Alles staat eigenlijk klaar. Nu moeten we alleen nog maar onze toast maken. Het is te zeggen onze boterham. We gaan van dat bruin, mooi, meer granenbrood, enkele sneden snijden. En dan gaan we die licht toasten. Dat toasten dat hoeft niet, maar dat maakt het wel een beetje knapperig. En je mag vrij dik snijden. Hè? Zo'n goede centimeter. Voilà. Ik denk dat dat wel voldoende is. Zo. Die gaan we licht roosteren. Leg die op een rooster. Zo. En deze gaan we nu 2 minuutjes in de oven laten krokant worden. Voilà, onze boterhammen licht getoast zijn klaar. Die gaan we nu besmeren met onze verse platte kaas. Een beetje afkoelen. Ça va. Voilà. En in dit geval hebben we magere platte kaas genomen. Je kunt natuurlijk ook volle platte kaas nemen, maar daar zitten meer calorieën in. Hè. Ik wou een gezond hapje maken, dus
smeert daar rijkelijk je platte kaas op. Zo. Dan gaan we dat garneren met onze garnituurtjes. We hebben hier de verse komkommer. Zo. Lekker fris en krokant. Het moet niet al te ingewikkeld zijn. Hè? Dus dan nemen we onze garnaaltjes, die we er rijkelijk over gaan strooien. Ze hebben toch mooie kleuren. Zo wit met groen. Mooie garnaaltjes erop. En hier moeten we ook niet te gierig zijn met de garnalen. Hè. Een boterham moet je altijd rijkelijk bedekken of rijkelijk beleggen. Hè. Zo. Dan leggen we daar onze tomaatjes tussen. Die gaan zo wat een zuurige, frissere toets geven. Zuur-zoet. Zo. Zie je, dat is toch mooi van kleur. Dan kunnen we in feite afwerken met onze verse kruiden. Dus we hebben onze bieslook. Fijn gesneden bieslook. En dan hier en daar een dillenplukseltje. Een beetje versieren. Ah, dat ziet er toch super feestelijk uit en dat is mega eenvoudig. Het laatste dat we doen is afwerken met een klein beetje fleur de sel. Fleur de sel en peper van de molen, zwarte peper. Voilà. Goed, we zijn klaar. Nu kunnen we dat gewoon serveren. Voilà, onze boterham is klaar. Laat het smaken. Ik ga dat ook doen.